tegenwoordig denk ik dat we zo'n 40 verschillende vissoorten in het IJsselmeermarkt mee kunnen aantreffen. Het gaat goed met een aantal soorten, gelukkig. En dat heeft te maken met een aantal maatregelen die we genomen hebben. Het water is beter van kwaliteit geworden. We hebben de Markenwadden, prachtig natuurgebied waar heel veel paargebied voor vissen ontstaan. We zijn bezig om polders achter de dijk weer te verbinden met het IJsselmeer. En straks hebben we ook nog de vismigratierivier. Een van de vissen waar het goed mee gaat is de baars. En de baars doet het zo goed omdat het water schoner is geworden. Er is straks heel veel paargebied waar allerlei jonge vis als voedsel gaat dienen. En die vismigratierivier gaat ervoor zorgen dat spiering en jonge haring vanuit de Waddenzee weer het IJsselmeer komt. En wie gaat daarvan profiteren? Juist die baars. Ja, ik heb er eentje gevangen, weliswaar een heel kleintje, maar dan kun je zien hoe mooi die is. Maar kijk eens wat een ongelooflijk mooi visje het is. Echt een rovertje. Hoort thuis in het water hier. Ik ga hem ook weer terugzetten. Prachtig visje en ja, daar gaat het gelukkig goed mee.